In Utrecht zijn de Nederlandse selectiewedstrijden gehouden voor de wereldkampioenschappen lijnbestuurde modelvliegtuigen. Een van de onderdelen is kunstvliegen, waarbij de deelnemers diverse verplichte figuren moeten uitvoeren, zoals voor- en achterwaartse loopings en op de rug vliegen. Behalve de kunstvlucht kent men bij de wereldkampioenschappen ook een race over 100 ronden voor teams, die elk bestaan uit een man die vliegt en een pitsman. Er is een speciale apparatuur ontwikkeld om snel te kunnen tanken bij zo'n race. Want door hun beperkte tankinhoud van 7 cc kunnen de vliegtuigjes de 100 ronden niet in één keer afleggen en moeten er tussenstops worden gemaakt. Elke teamrace wordt gevlogen met 3 teams in de cirkel, wat voor buitenstaanders tot een hoogst vermakelijke optocht leidt. En dan bestaat er tenslotte nog de snelheidsrace. Hiervoor worden modellen zonder onderstel gebruikt om de luchtweerstand zo klein mogelijk te maken. De 2,5 cc motortjes worden met een startapparaat op gang gebracht. Vervolgens wordt het model met draaiende motor op een startwagentje geplaatst dat op de baan achterblijft zodra het vliegtuigje in de lucht is. Bij deze wedstrijd, die over 10 ronden gaat, worden snelheden van 280 km per uur bereikt.